Welkom kartokkijkers. Wij staan nu vandaag in Strijen, het zonovergoten Strijen. Fantastisch weer. Het is vandaag kartfestivaldag en eigenlijk een prachtige training voor de grote NK Viertakt van de Grono. Daar staan we allemaal voor ons aan het prepareren. Wij als team en als ID Engines zijn ook volop daarmee aan de gang. Vandaag, belangrijke dag. Piet van Welzen en Tom van Burg hebben de hele winter keihard gewerkt om de Rocky motoren allemaal gelijk te maken en op basis van loting een motor op te halen. Nou, de reacties zijn eigenlijk fantastisch, echt ongelooflijk. Mensen zeggen, joh, wat een topproduct, helemaal goed en we zijn er prima doorheen gegaan. Dus we hebben het hier nu getest en de volgende wedstrijd gaan we het meteen helemaal weer goed doen. Ja, we zijn nog steeds in Strijen. Ik sta naast de man die eigenlijk de hele Rocky-klasse weer gewoon weer teruggezet hebt, zoals het hoort. Dus allemaal gelijke motoren, gelijke kansen. Piet, jij hebt voor mij de hele winter gewerkt, man. Nou, ik moet zeggen dat het inderdaad een behoorlijke klus was, al met al. Alle motoren uit elkaar, toerenbegrenzen eruit, het verzegelen, alles bij elkaar. Daarna natuurlijk elke motor op de testbank geweest. Daar is geen discussie over. We hebben nog 3 motoren eruit gehaald. 1 was te snel. 2 te langzaam. Voor de rest zit het in een hele mooie range, zeg maar. Fantastisch. Top. Mooie klus. En je vrouw is nog bij je? Of doe je dat met een foto? Ja, ze is nog bij me. Jazeker. Ja. Vandaag jarig, maar ja, we staan hier gewoon. Hè. Ik bedoel... Ja, u staat te kijken naar de Rockies. En de Rockies hebben een nieuw concept. En dat is een motor bij loting. 200cc Honda. Uniek in Nederland, dus, en het is gratis, alleen je moet de koppeling kopen. Ja, dat is een klein prijsje, maar dat was het enige verplicht hebben gesteld. En we willen gewoon de klasse helpen. Nou, en dan is de vraag, hoe vindt u erin gaan? Ja, ik vind het super. Het verschil is veel kleiner dan voorheen. En mijn dochter rijdt nog niet zo lang, maar je kan nou gewoon zien dat zij veel beter mee kan komen. En zij vindt het zelf veel mooier zo. Dit is gewoon eerlijk. Dit is gewoon een eerlijke klasse nu. Allemaal hetzelfde materiaal. Dus ja. Het is nou tussen stoeltje en stuur. Iedereen die erover hoort, ze zeggen allemaal het is veel mooier en eerlijker. Het blijft veel dichter bij elkaar allemaal. Ik vind het super. Ik moet ook eerlijk vertellen, we hebben het nog nooit meegemaakt. Moet ik even daarbij vertellen. Wij rijden series met de Rockies. Ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt en zijn we echt super trots op. Ja, nee, echt superklasse. Je wil nog wat dingen fine-tunen, denk ik nog. Jou kennende, je bent nooit tevreden. Je wilt altijd nog beter doen. Heb je weer nieuwe plannetjes voor de NK? Ik heb zeker nieuwe plannetjes. Nou, sowieso voor het keuren natuurlijk. Maar mijn eigen werkbankje creëren ze direct voor als er kleine problemen zijn. Ik verwacht niet dat er grote problemen zullen zijn. Zeker niet. Maar we gaan het zien. Ik heb er zin in. En ik denk dat het hartstikke goed, helemaal goed komt.